Ja, ik ben nog net op tijd. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, jullie zijn weer van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Ja, het is vandaag zondag, het is 11:52. Ik ben vanuit de kerk, heb ik geen koffie gedronken, ben rechtstreeks weggegaan. Ik ben net thuis, ik heb broodje klaargemaakt, ik heb koffie klaargemaakt. Ik heb meneertje, hondje, heb ik eten gegeven. En die had het al op. Die had gewoon even vlees. Lekker makkelijk even voor hem. En ze hebben allemaal een plakje worst gehad ook nog eens een keer erbij. En ik ben even de pc aan het schoonmaken. Want ook dat moet gebeuren. Ja. En daar zal ik zo meteen nog ook een vlog naar YouTube gaan brengen. Zodat die kan uploaden. En ik moet straks weg. Ik ga naar het zand toe. Een dorp. Wat 15, 16 kilometer verderop ligt. En dat op mijn booster. Mijn booster gaat het voor het eerst in zijn leventje meemaken dat hij zo ver komt. Ik ben wel in Julianadorp geweest. Maar dat was niet met deze booster. Maar met een booster die ik ervoor had. Geen problemen. Goed zo. Nou moet ik daar naartoe. Dan moet ik. Die kan ik knippen en in een andere map doen, maar het is hier langzaam. Knippen. En daarin doen. Plakken. En dan moet ik. Zak jij. Dan die hebben. Naamwijzigen. Kopiëren. En dan gaan we. Naar Google toe. Nee, ja, naar Google toe in eerste instantie. En dan naar YouTube. Ja. Maar het is een beetje langzaam. Maar ik neem jullie dus mee. Ik neem de GoPro mee. Maar ik ga niet de hele vlog, de hele weg vloggen. Want dan een dik uur GoPro. En dat wil ik niet. Als ik het bordje het zand zie staan, dan stop ik en dan ga ik hem aandoen. Dan moet ik ook die man even bellen van ik ben bijna bij je. Ik zal hem zo opbellen wanneer ik wegga. Dus dat komt allemaal goed. En ik ga nou eerst even lekker eten. En ik moet de boel dan nog inladen, et cetera. Ga wegvliegen. En het komt allemaal goed. Ik zeg hem, tot strakjes. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben gestart. Het is nu 12:39, 9 minuten over 12:30. Ik ben zelf benieuwd hoe laat ik daar zal zijn. Dus ja, 12:39. Mijn booster heeft ook wel een klokje, maar ik kan niet bij in het menu komen. Helaas. Ja, die heeft 16:21. Deugt niet. Voorheen kon ik er wel in komen, misschien dat ik er een nieuwe geheugen erin heb, weet ik het niet. Nee. Dus lieve vrienden, ik zie jullie straks op plaats van bestemming. Doei doei! Ik ben nu bij Tuindorp aanbeland, bij de linie. En ja, daar is ook van alles en nog wat te doen. Country. Het was het country weekend in Tuindorp. Ik ben niet geweest omdat ik vandaag naar het zand zou. En er ook echt niet zoveel zin in had. Want het is meestal gigantisch druk. En met de booster kan je nergens bij omdat het allemaal op het gras is. Stoepbranden ervoor, noem maar op. Dus ja, daar kom je bijna niet aan toe. Wow, liggies. Maar oké, lieve vrienden, wij gaan verder. Ik ga wel even naar de overkant, want ik zie een paar bekenden staan. Daar ga ik even een klein praatje mee maken. Moet kunnen. Ja, lieve vrienden, nou rijden we Den Helder uit. Zoals jullie wel zien, Den Helder. En de automobilisten, die mogen hier maar 70. Dus, en ik sta hier eigenlijk verkeerd, waar ik ook weer niet mag staan, want het is... Zo, dan de streepjes. En ik sta nou links. Dus ja, ik zet hem weer even recht. Zo. En dan rijden we langzaam Den Helder eruit.
Dag Den Helder, tot vanavond. Zo, richting Alkmaar moet ik. Het zand staat er nog niet op, enkel de grotere dingen. Ja, dus we zullen het beleven. Tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, daar hebben we dan de ingang van een... het heet het Cerelo. Het is bij Julianendorp. Julianendorp ligt die kant op. Achter mij dus. Dit is een weg langs Julianendorp heen. En dan heb je hier een instelling. En dat is voor invalide mensen die geestelijk invalide zijn. Lichamelijk en het voor thuis te zwaar wordt. Dat de ouders of familie dat niet meer aan kunnen. Hier wonen ook mensen met lichtverstandelijke gehandicapten, etc. Zoals autisme die niet thuis kunnen wonen, die wonen ook hier. Het is een heel groot complex met allerlei losse woningjes, etc. Dat is 24 uur. Hebben ze... begeleiding daar en dat is ideaal. En waar ik woon, daar vlakbij, daar heb je dan een dependance Cerelo. En daar wonen ze voor nog begeleid wonen tot zover. Wanneer het nodig is, kunnen ze begeleiding oproepen. Maar dat is naar zelfstandigheid toe. Ja, en ik heb ook van Cerelo hulp. Daar schaam ik me totaal niet voor. En ik heb ook mijn gebreken. Moet kunnen, maar gek ben ik niet hoor. Ja, goed en knap, dat ben ik. Dus lieve vrienden, ik ga er weer vandoor. Moet nog verder. Dit is nog niet het zand. Moet nog rechtdoor, in mijn gradenhuis. Ze zeggen tot straks. Nou lieve vrienden, het zand, nog 3 kilometer. Dus nog 3 kilometer voor de boeg. En dan moet ik zijn huis nog vinden, althans die zorgcomplex, ja. Maar in ieder geval, nog 3 kilometer te gaan. Dus ik zal hem ook even bellen. Zeggen tot straks.